huis van hart gelegen, me streekt door alle eeuwen heen. Veel bleven die al niet genegen en deelde dreugheid en plezier. Veel last weer van autolawaai op de MC. Het is een heerlijke plek. Ik ben bijzonder trots. Heel erg trots. Ik durf binnen te zeggen dat ik het veel weer de keuring. Ja, dat is het. Je kunt dat nog hier vallen. Best dat niet te laat. Maar ik ben ook ontzettend trots op u. Ontzettend trots. Weer is heel talent. We hebben het ongelooflijk met Geert dat we het kunnen opbrengen. Aan de 1998 leef vooral met het idee om hier een restaurant te beginnen. Maar goed, dan moest een tunnel gemaakt worden. Dan moest een park aangelegd worden. Verwonen een beeld. Ja, dan werd het een picknick waar je moest groeien. En het is ongelooflijk. Ja, dat is dat toch een samenwerking met de gemeente geluk is. Dat we hier eindelijk, dat zou ons eerste project zijn. Ja, doen dat restaurant. Dus zoveel jaar later. Hebben mogen neerzetten. 75 talenten hebben al die jaren moeten wachten en gelukkig hebben die schitterende werkplekken ja, gehad. Er zijn heel veel auto's hebben kunnen kijken hoe ver gingen komen en eindelijk is het dan te weten. Ik ben bijzonder trots op de buren, ik ben bijzonder trots op de medewerkers, ik ben bijzonder trots op burgers, ouders, maar zeer zeker de talenten die dit wel samen hebben mogelijk gemaakt. En als ze hier steeds nu van mij gaan, ik kan me voorstellen die Hermit Zuid op het beeld. Het is een geweldig goed zicht. En het ene man wat vanaf 1998 tot toen mee bezig wordt, is Gert Leers. En Gert is Nederland oud-minister, Nederland oud-burgemeester van Maastricht. Maar zeer zeker een zeer belangrijke ambassadeur van talent. Ik vind het bijzonder van eer bij ons samen Gert Leers. Lees op het beeld. Zou het niet goed zien? Dus maar goed. Ja, maar goed. Lieve beste mensen, ik kon het eigenlijk nog een beetje in het Hollands zeggen, hè? Dat kunnen die van de boven ook verstaan. Maar nog een keer een applaus voor deze man. Die hebben wel neergezet. Maar ik kon het eigenlijk nog wel een beetje uitleggen. Op de eerste plaats, beste mensen, ben ik vereerd dat ik hier mag zijn. Ik vind het echt geweldig dat ik gevraagd ben om dit te doen. Om de nieuwe lood aan de stam van Talentino, de Groene Leuper, te mogen openen. En ik vind eerlijk gezegd, Louis, dat de koning dat gisteren had moeten doen. Die had ook dit moeten openen. Eigenlijk eerlijk gezegd wel. Toen hij hier was voor die officiële opening en die mooie engel geopend heeft, onthuld heeft, had hij dit ook kunnen doen. En, beste mensen, ik weet zeker dat hij dat ook nog graag doet. Omdat ik hem ken als een koning die ook vooral oog heeft voor gewone mensen. Hij is wars van alle zeg maar, belangrijke figuren. Hij heeft oog voor gewone mensen en dat vind ik fantastisch. En zeker voor de talenten van Talentino. In Maastricht, Margraten, de bakkerij, de catering, de watermolen, het restaurant bij het ziekenhuis,
nu hier aan de Groene Leuper de Stadsterne, een restaurant en een bakkerij. En dat zijn allemaal initiatieven met een geweldige win-win situatie. En zeker hier denk ik op deze, vind ik, gewoon historische plek. Weet je waarom ik het een geweldig initiatief vind? Omdat we met de A2-tunnel Nederland weer stopgloos hebben verbonden met Europa. En door de A2-tunnel is ook Maastricht weer met elkaar verbonden. De twee stadsdelen, die zijn weer met elkaar verbonden. En de Groene Loper, die gaat er dadelijk voor zorgen dat de mensen die hier wonen weer verbonden worden met het groen, met de natuur. En dan als kroon op alles, deze stadstaverne, dit restaurant en deze bakkerij. En dat vind ik nog veel belangrijker. Waarbij de talenten van Talentino, de mensen met een beperking, opnieuw verbonden worden met de mensen in de samenleving. Want dat is wat er gebeurt. Hier zijn we straks gewoon aan het werk. Samen met ons allemaal. Hier lachen en genieten ze. En we. En ook hier worden zorgen gedeeld en wordt er getroost en geproost.